We staan hier op het op Basisschool Kompas, locatie Oost aan de Herenduinweg, tegenover het zwembad. Hartstikke leuke, fijne school, maar we missen wel iets. We staan op het schoolplein en dat is nogal saai. We hebben met de kinderen een mooi plan gemaakt, maar dat kost geld. En dat, daarvoor hebben we vandaag een sponsorloop georganiseerd. We hebben ons ook ingeschreven voor samenvelsen.nl. De actie die vanuit de gemeente is georganiseerd, waarbij elk huishouden 5 euro heeft gekregen in een voucher. En daar is al heel veel ouders en buurtgenoten al gedoneerd. Zo langzamerhand druppelt daar steeds meer geld op binnen. En ook vanuit de sponsorloop vandaag, die georganiseerd is door de leerlingenraad. Nou, we willen een natuurlijk schoolplein met veel groen. Mooie speelplekken waar alle kinderen ze kunnen voetballen, maar ook kunnen ontdekken. Echt een natuurlijk gevoel. We zitten ook vlak bij de duinen. Dus ja, hoe mooi is het als kinderen hier ook met plantjes kunnen planten. Ze kunnen met de natuur bezig zijn. Andere kinderen kunnen lekker sport bewegen, klimmen, klauteren. Kinderen willen gewoon spelen, dus die verdienen ook een mooi schoolplein. Mensen kunnen bijdragen via samenvelsen.nl, maar dat kan ook gewoon los gedoneerd worden. Dus woon je in de buurt hier, dan maak je ook gebruik van het schoolplein. En hoe mooi is het als er nog meer geld binnenkomt? Nou, ik zit zelf in de leerlingenraad, dus ik weet wel alles. Maar de kinderen willen ook gewoon dat het schoolplein veel leuker wordt. Wat is er dan zo saai aan dit schoolplein? Nou, bijvoorbeeld daar. Daar zit helemaal niks. Daar doen we eigenlijk helemaal niks mee. En hier kunnen heus wel gewoon planten worden geplant. En het voetbalveld is ook heel saai. Je hebt niet echt iets zoals lijnen voor bijvoorbeeld een aftrap te nemen. En hier, daar staat ook bijna niks. Nou, we willen hier een insectenhuis, een insectenhotel. En we gaan tribunes bij het voetbal zetten. En hier komen heel misschien nog schommels en aan het begin komt een paadje met zand. En hoe moet het schoolplein een beetje groener worden? Nou, gewoon met bomen plaatsen, schelpen, zand, bloemen, allemaal dat soort dingen. Bij het voetbalveld staat ook al een soort van moestuin.